Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Nee, video. Ik ben vandaag met mijn zuster. We zijn weer herenigd. We zijn weer herenigd. Eindelijk kunnen we weer video's maken waar veel naar gevraagd is. Helemaal zin in. Dus, ik ga niet te veel aan mijn haar zitten, want ik weet niet hoe... Ja, ik doe het ook elke keer zo. Iedereen zegt, het zit niet zoveel aan je haar, man. Ik doe het ook met iemand aan het feest zijn, mensen. Ik alleen maar zo. Zo irritant. Ja, ik vind het ook. Maar we hebben vandaag weer een fucking leuke vlog. Van nee, ik heb echt niet normaal veel. 600 euro. Of course heb ik een kortingscode. Sarah voor 20 krijg je 20% korting. We gaan gewoon lekker alles uitpakken. We hebben onze beetje favorieten voor het najaar shop. Ja, ik heb echt wel een beetje een heel outfit. Ja, leuk. Gekozen. Ja, voor mij kan je ook wel een outfitje maken, denk ik. Ja. Ik heb broeken en topjes, dus. Ja, broeken en topjes. Nou, dat gaan we zo allemaal doen. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet mij te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven, te abonneren. En wil je nog meer van ons zien? Kan je ons volgen op Instagram en TikTok. Tegenwoordig hebben we dat ook nog. Ja. Dus gaan we hem uitpakken, denk ik. Ja. Toch? Ja. Oh. Dit is een show. Ja. Oké. Hey. Ja, we gaan beginnen met dit. Dit is een lange jurk. Met lange mouwen ook. Dus dan, dat is leuk voor het najaar. En deze heb ik van Bo. Want deze had zij de vorige shoppel op. Oh. En die vond ik zo leuk. Dacht ik, ik moet die ook. Dus hij is dan op de shoulder zo een beetje. En dan loopt hij echt tot heel lang door. Ja, leuk. En een lange mouw. Ik dacht, en dan leuke laarsjes erbij. Helemaal leuk voor op kantoor. Ja, dat is gewoon chill. Een lekker jurk. Dat heb ik helemaal niet. Het is deze, maat S. Nou, dit is de jurk. Het is trouwens maat S. Hij zit echt helemaal perfect. Ik vind het gewoon ook echt leuk voor uit eten of zo. Mooie open hals. Ja, ik kende hem al, want Bo had hem dus. Maar ja, helemaal blij mee. Daar kan ik echt lekker veel mee. En hij is ook echt heel lang. Dus stel je hem echt zo. Ja, en dan is heel laarsjes onder, dan heb je gewoon, ben je gewoon helemaal op dek. Het is ook niet koud. Beetje skimsachtig. Ja! Inderdaad. Heel leuk. I love it. Ja, die wil ik eigenlijk echt. Ik ook. Ik heb hem voor zijn besteld. Echt? Ik ben benieuwd of het ook zo is. Ja. Leuk meiden. Love it. Dan heb ik een flareboek. En normaal heb ik... Shit. Wat is dat? Geen idee. Ik denk een beest. Maar het is iets hard plastic of zo. Oh. Normaal heb ik nooit echt zulke donkere broeken. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja, leuk voor het najaar. Ja. Met een flare. Oh, maar deze ziet er wel elastisch uit. Ja. Ja. Dus oh, dit past je sowieso. Dit is heel chill. Ja, ik heb... Dit moet wel goed komen. Ja, dit past ik wel. Maar dit is maat 36 ook. Leuk. En dan leuk als je leuke hakken eronder hebt soms ook. Of leuke sneakers. Ja. Dus dit komt altijd goed in pas. Ja. Nou, ik heb de broek aan met de flare aan de onderkant. Hij zit als gegoten. Hij is super high-waist en daar hou ik van. Want dan zie je, kan je lekker je buikje bedekken. En het geeft gewoon wat mooiere vorm. En de kleur is mooi. Hij zit mooi. Hij is niet te lang. Als ik sta dan en je hebt er sneakers onder, dan gaat hij niet op de grond. Maar hij is echt perfect. Ja, hij is heel leuk. Ik ben er echt heel blij mee. Ook leuk met die topje. Ja, was perfect. Goals. Oké, ja, ik heb dan ook een spijkerbroek. Dit is wat wijder. Wide leg is dit. Dat is ook altijd leuk. Het heeft volgens mij een gat bij de knie. Ja. Ja. Hij is echt heel oversized. Heel oversized. Maar ook echt heel leuk staan. Met zo'n chunky sneaker. Ja, 36. Nou ja, we gaan het aanzien. Ja. Dit moet ik even aanzien. Soms kan je het niet zien. Ik vind de kleur wel leuk. Oké, dan de spijkerbroek. Hij past zeg maar wel, maar hij zit wel heel strak. Dus als je zo echt naar voren gaat, dan duwt hij echt in je buik. Maar, zeg maar, maat 38 is alweer te groot. Maar het 36, ja, misschien loop ik het wel uit. Je kan het proberen. Ik moet hem gewoon vanavond aandoen met uitgaan, want dan zit je toch niet. Dan zie je wel meteen. Ja. Ja, en ik vind wel leuke gaten en aan de onderkant een beetje zo wijd. Ik vind het wel helemaal mijn stilo. Ja. Ja, hij is wel leuk, maar ik weet het niet. Oké, dan heb ik een leuk topje. En deze zag ik, dacht ja, dat moet ik hebben. Ja, ik vind het gewoon leuk wit, leuk. Ook leuk die donkere broek. Ja. En het is een beetje lange mouw. Ja, lange mouw. En dan zit aan de bovenkant en aan de onderkant een rits.
Leuk. Dus je kan hem zeg maar een beetje zo, al wil je het sexy, dat je ja. onder en boven een beetje open ritst. Dus dat. Ik heb hem in maat S ook. Cute. Helemaal leuk. Dan heb ik deze witte top. Hij is echt super leuk. Echt leuk voor de winter. Als je een high-waist broek aan hebt zoals nu. Is hij niet heel krop. Dus je kan hem ook gewoon lekker dicht doen. Helemaal zo. Ja, ik vind het altijd wel leuk als het een beetje ja. vorm geeft. Dus een beetje open. Hij is heel zacht. Ja, heel cute. Is echt heel leuk. Dus hier werkt bij mensen een leuk kraagje bij. Nee, dat zit er gewoon aan. Lekker gratis bij. Even zeggen. Gratis. Kraag je erbij. Helemaal blij mee. Top. Ja, ik heb. Dat is echt een grap. Maar dit is gewoon mijn leven. Ik loop hierop en ik heb ze gewoon helemaal stuk gelopen. Ja? Ja, ik heb ze nu een andere kleur. Maar dit zijn sandalen. Oh my god, dit is lekker. Het is zo lekker. Ik heb ook van zo'n sandalen. Oh, deze is best wel hard. Maar er zit geen zachte fluff in. Nee. Het is een andere. Het is een andere. Ja, die andere liggen daar. Maar die zijn echt helemaal... Oh, die zwarte. Ja. ja. Maar ik vind dit gewoon zo chill om in huis te hebben. Zeg maar om in huis te lopen. Want ik loop dan niet graag met mijn schoenen, maar wel met iets. Maar deze zijn wel wat steviger misschien. Heel leuk. Ja, gewoon een cute kleurtje. Maar gewoon ik zag cute. Deze en ze waren in vet in de sale. Oh ja, chill. Van €15 nog of zo. Dus dan dacht ja, heel ik, leuk. Ja. Zacht. Maar wel jammer dat de binnenkant zacht is. Moet je echt wel sokken aan. Ja. Nou ja. Mooie. Cute. Dan heb ik een oversized blazer in het grijs. Oh, laf grijs. Ik heb dat nog niet. Nee, ik ook niet. Dus ik dacht, dit moet ik. Het zag de foto heel leuk uit. Heel leuk. Met een leuke tas. Ja. Leuk met zwart. Ja, leuk met zwart. En maar ook met spijkeren. Kan met alles. Je kan het zo leuk combineren. Ik hoop niet dat lekker oversized. Ja, lekker. Heel leuk, met zwarte knopen. Echt mooi stofje. Heel mooi. En mooi is ook schoudervulling. Hij is echt zacht. Ja, hij is heel lekker. Leuk. Ook in maat 36. Ik dacht, als hij al oversized is, hoef ik niet een maat groter te nemen. Want dan is het echt zo te oversized. Dan dus ik denk dat dit wel perfect is. Fucking leuk, leuke tas erbij. Ja, helemaal leuk. Dus deze. Ja, hier ben ik helemaal blij mee. Dat is ook helemaal laten doen. Al die kaarten. Ja, ik zit helemaal onder de kaarten. Nou, dan heb ik deze. Sorry, ik zit net op keer. Ik heb nu de blazer aan in het. Nou, dat is echt wel zo. Het grijs. Nou, ik heb de blazer aan. En hij is super leuk. Hij is best wel, nou, inderdaad, oversized. Ik had verwacht dat er misschien iets meer vorm in zou zitten. Maar dat kan je niet verwachten van een oversized blazer. Dus ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ik moet er een beetje aan wennen. Misschien omdat ik de broek er niet helemaal fantastisch bij vind staan. Dat daarom denk ik van, Maar Saar is hier de, hoe zeg je dat? Ja, die heeft versteld van kleding. Oh. En zij vindt het helemaal leuk. Ja, ik vind het echt geweldig. Dus leuk met een tas erbij of zo. Maar of zo. Weet je wat het is? En jij bent het niet gewend. Nee. Een oversized blazer. Ja, een beetje. Maar dus ik moet niet zeiken. Het is hartstikke leuk. De zakken zijn niet echt. Dat is wel jammer. Oh maar, ja. Maakt niet uit. Ik ben er helemaal blij mee. Zo'n Isabel blazer. Toen jij deze doorstuurde dacht ik, het is zo Isabel. Zo'n grijze. Heel leuk. Normaal kies je zwart. Maar die heb ik al. Dus ik heb nu lekker grijs en ik vind hem gewoon hartstikke leuk. Vind je goed? Oké, ik heb dan, omdat ik die grijs bij jou zag, dacht ik heb zo weinig grijs, ik wil een grijs pantalon. Ja, heb ik ook, wil ik ook meenemen, maar het kan ook niet allemaal, hè? Nee, dat is niet de broek dat je erbij hoort. Nee, is net een andere kleur. Ah, het is gewoon een grijze pantalon. Ja, heel leuk. Had je hem niet? Nee. Oh ja, die. Beetje. Maar dat is een taupe-achtige kleur. En hij heeft zo'n schuine knoop. Dit is gewoon echt een nette grijze blazer. Ja. Weet je, en dan kan ik het ook. Ik vind het gewoon zo chill voor kantoor. Ja, het is een super pantalon. Chill, ja. Gewoon een trui. Ik draag bijna nooit spijkerbroeken. Nee? Ja, nooit. Nee, heel veel pantalons. Ja, pantalons vind ik dan. Dat is wel leuk, maar het is minder voor mij, denk ik. Ja. Nee, ik zie het jou niet snel. Nee. Maar ik vind het wel heel leuk hoor, die stijl met pantalons. Ja, I love it. Dus leuk. Use my code. Lekker 20% korting. Ik ben omver geblazen door deze broek. I fucking love it. Hij zit echt als gegoten. Hier ben ik echt heel blij mee. Oh, hij heeft aan de onderkant ook nog een splitje. Oh ja. Oh, dat is leuk. Kun je precies die schoenen zien. Ja. Nou, dat is echt top. Ja, wat moet ik erover zeggen? Bestel hem maar.
Kijk, dan geef die blazer eens. Naar dit. Dan kan je het even zien. Oh, ja. Of de kleuren bij elkaar passen. Het zou gewoon nog kunnen hoor. Heel leuk. Dan heb je echt een soort pak. Ja. Maar dat hoort ook een beetje volgens mij hoor, bij die broek. Of bij deze. Oh! Hoort in ieder geval wel. Bij die blazer hoort in ieder geval pantalon. Een ja. Dan heb ik de welbekende Pu. Ja. Pu. Ja, dus ja, noemen ze dat. Pu jas. Die wilde ik er heel graag. Ik had een keer één besteld, maar het zag er niet uit. Oh. Dus ik hoop dat deze wel leuk is. Ja, en ja, soms zou je net een verkeerde hebben, dan ja, had het gewoon rare kraag. Maar ja, ik vind het heel vet. Dat heb je nodig. En leren jas, heel leuk. Bomberjas. Ik vind het heel leuk. Ik ben heel benieuwd als die aan is. Dit is echt zo'n must-have die je moet hebben voor de najaar. Ja. Dus ik hoop dat die mooi valt. Ja, ik hoop het ook. Hij ziet er niet te groot uit. Nee. Waarom kan het echt zo lelijk heel worden? Heel lelijk. Het ziet er heel leuk uit. Ik ben heel benieuwd. We gaan het gewoon proberen. Ja. Ja. En het is op het beeld, misschien lijkt het voor ons, dat het een beetje net plus. Ja. Een beetje. Maar dat is het maar niet. Is het niet. Het is heel mooi leer. Komt door die lamp. Door die lamp. Ja, nee, maar het is mooi leer. Dus ja, helemaal top. Dan heb ik de jas aan. Ik ben er echt super blij mee. Hij zit perfect. Je kan het kraagje heel stoer omhoog doen. Maar ik kan hem ook naar beneden. En daar kan hem stoer. Ik had het dus vorige keer dat ik kon ik hem niet zo doen. Dus het was echt zo. Ik vond het niet leuk. Maar deze valt opzij. Ja. Dus ja, je kan hem lekker tot je nek dicht doen, maar je kan hem ook lekker zo open laten dat je bijvoorbeeld alleen de onderkant dicht doet. Nou, het is echt super leuk. Ik ben er heel blij mee. Hij is lekker dik, lekker warm. Ja, dit is ook een topper. Nou, ik ben geslaagd. Ik ben helemaal blij. Ja, dat kan ook soms wel eens heel anders. Het kan heel anders lopen. Je zou net verkeerde dingen uitkast, ja, dat gewoon je niet staat en niet de goede maat is. Maat is goed, hij is lang zat. Niet dat hij zo zit dat je het koud krijgt, s'nachts. In de winter, dus je kan gewoon lekker dicht doen. Nou, joejoe, ben blij. Oké, dan heb ik een tas. En deze heb ik eigenlijk puur gekocht. Omdat ik dus donkergroene Jordans heb. Oh, en ik heb geen donkergroene tas. Nee. Dat kan het alleen niet. Die lichtgroen, maar dat past er niet bij. Nee. Dat miste ik net even dat donkergroene tasje. Nou, dus gewoon zo'n heel basic. Zo'n crop bag. Ja, leuk. Noem je dat baguette bag. Ja. En dan, kijk, maar deze. Dat staat heel leuk. Ja, die is perfect. Helemaal leuk. Is helemaal perfect. Ja. Cute! Ik hou ervan. Ja. Matje met je schoenen, ja, en je tas. Ja, daarom. Geweldig. En hij is sowieso gewoon leuk. Dus altijd handig, ja, zo'n tasje. Ik heb er nog niet genoeg, maar. Nee, je hebt geen tassen. Ja, dit is een oudje hoor, dames. Nou, ik vind het ook heel leuk bij elkaar. Ja, heel leuk. Met die broek. Dus ik ben een beetje overbelicht. Ah, dat gaat niet goed. Maar ja, dit is dus mijn tas. Kan je helemaal leuk combineren dus met elkaar. Past het een beetje elkaar? Ja, juist. Ja, hè? Het is niet echt dezelfde kleur. Dezelfde kleur, maar het komt wel aardig in. Ja, als je. Ik zeg maar wat, joh. Hey, de ballen! Hey, ik wil naar mijn laatste, ja, item. Miss Sarah heeft er nog twee, maar ja, ik heb dan iets duurder items gekozen. Ja. Maar ik vond het ook heel moeilijk hoor. Oh. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dan heb ik ook een tas. En ik heb een roze tas. Heel vet. En ik zou het niet zo snel kiezen, maar ik dacht van leuk met dat grijs en dan, ja, heb ik het broek. En dan, ik heb dan een zwart-witte Jordans besteld. Juist met een pop of color. Ja, dat vind ik. Als, ja, je gewoon een zwart-wit-grijze outfit, een gekleurde tas. Nou, dat vind ik gewoon amazing. Ja. Dus ik zag deze, ik denk, vind ik gewoon amazing. Als mijn vader dit kijkt, hij wordt agressief. Oh, hij wordt helemaal gek. Hij vindt dit vreselijk om te praten. Amazing. Wauw. Hij springt van mijn beeld. Zo. Ja, hij is Koudo fan. Jij bent toch iets zwart? Vanavond, ja. Zou ik iets vanavond doen? Ja, ik vind het zo vet. Ja, leuk. Met maar hij is net iets anders, maar wel hetzelfde model. Ja, jij hebt, ja, een, met een ribbeltje. Met een ribbeltje erin. Voor mij is het dan glas. Zussen! Ja, yes, zijn weer zussen. En nou, dit is weer veel te zusseren. Ja, dat kan natuurlijk niet. Gewoon helemaal dezelfde smaak. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Het is wel met zilver. Ik dacht eigenlijk goud. Oh, maar die is ook zilver, maar dat valt niet op. Nee. Dat zie je niet. Ja, echt super. Ja, heel leuk. Er zit ook nog een langere. Huh? Lange kort bij. Heb jij dat niet? Ja, vast wel, maar die ben ik nog kwijt. Maar het gebruik je bijna niet. Maar soms, nee, kan het leuk zijn met een blazer dat je wel een langere, ja, koord hebt. Maar, dus nee, hier ben ik helemaal blij, nee, mee. Ja, cute. Deze is echt amazing. Ook bij deze blazer geeft dat extra kleur als je een zwarte broek erbij hebt of iets.
Dan heb je gewoon een lekkere kleurde tas erbij. Ik vind het echt geweldig. Dus dit, hier ben ik ook blij mee. Echt alle items die ik heb ben ik blij mee tot nu toe. Je weet natuurlijk nooit. Maar ik vind deze echt ook geweldig. Het is extra kleur in je outfit. Dus yes, ook blij mee. Ja, dan heb ik eigenlijk gewoon nog twee topjes. We gaan vanavond uit. Dus het zou misschien voor vanavond kunnen. Ja. Who knows? Ja, dit is gewoon heel... Deze was ook in de sale. Dus zeg maar een paar euro. Het is niet veel. Het is een lapje stof. Oh kijken. Ja, maar dat maakt niet uit. Volgens mij moet het gewoon zo. Oh, je moet opzij. Ja. Oh, dat is wel leuk. Nee, het moet. Zo. Kijk, ja. Nu hebben we hem. Oh ja, top. Ja. Kijk, het is een beetje zo... valt hij een beetje zo los. Oh, leuk zo met dat dingetje. Ja. Ja. Net zo'n... ja, dat moet je gewoon even aanzien, jongens. Maar, en aan de achterkant is hij dan open. Gewoon even een leuk cute uitgaansstopje voor het uit eten. Oké, dan heb ik deze leuke top eyes. Mijn pito. Nee, maar heel leuk toppie. Alleen, ja, als je dus naar voren hangt, dan gaat het best wel snel eruit. Hij is wel leuk. Echt mooie achterkant. Wel gewoon leuk. Alleen, ja, misschien ja, echt vooruitgaan dat je echt alleen staat. Dus, ja, wel leuk. Weet je? Ik vind het mijn best. En dit is een zwart corset topje. En deze vond ik ook heel cute. Leuk. Oh, dat vind ik ook zo leuk. Gewoon zo. Heel leuk vind ik. Ik heb het ook bij de Zara gepast. Ja. Maar ik denk dat ik misschien... Dit is wel één voor vanavond misschien. Hè? Ja. Heel leuk. Die grijze broek of zo. Ja. Top. Leuk. Nou, we gaan het af... Nee, we hebben het al... Jullie hebben het al gezien. Dan heb ik de corset top aan. Heel erg leuk. Ik heb niet zoveel dat eruit komt. Maar het zat hartstikke leuk. Ja, dit kan je echt met van alles combineren. Spijkerbroek, pantalon. Ze hadden deze trouwens echt in heel veel kleuren. Dus dat is ook wel leuk. Echt een soort ja, leuke bandeau. Ja, heel erg blij mee. Dus misschien ga ik deze vanavond wel aandoen. Nou, dit was alweer een shopvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat jullie wat inspiratie hebben opgedaan. Alle linkjes, kortingscodes, allemaal in de beschrijving. Ja. Dus dat was alweer een video. Ja jongens, er komt een mukbang aan. Trouwens, die staat al online. Sushi mukbang. Zat die dan al eerder online? Oh, de sushi mukbang staat online. Met z'n drieën. Ja, met Bo, die komt er zo meteen ook aan. Hebben we lekker sushi met... Zo, ik heb er zin in. Ik heb ook heel veel zin in. Lekker. Eindelijk weer, maar er komen nog steeds nog zeker veel meer andere mukbangs aan. Want wij zijn helemaal ready. Ja. Helemaal zin. Helemaal leuk. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet belangrijk om hulp te geven. Abonneren, volgen. Support your girl, you know. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Doei! Yes, I'll be on my way now.